zijn atelier Portemonnee. Wij maken portemonnees uit binnenbanden. Wij laten die doen door een maatwerkbedrijf. Zo staan wij in voor het sociale. Wij zijn 9 gedreven leerlingen en 1 gedreven leercoach. Ons product heeft een zeer grote toegevoegde waarde, aangezien we starten vanuit een binnenband die normaal op het vuilnis belandt en we eindigen met een unieke, mooie portemonnee die bovendien ook nog eens milieuvriendelijk is. We hebben zeker geleerd dat er bij ondernemerschap veel meer komt kijken dan je eerst denkt. Bijvoorbeeld geven en nemen. Maar vooral, we hebben heel veel fun gehad. We zijn er met heel veel goesting ingevlogen. Wij staan volledig achter ons product, dus het zou echt de max zijn moesten we winnen. Maar daardoor kunnen we ook bewijzen dat recycleren helemaal niet moeilijk is. Dat we er een mega cool product van kunnen maken en ook zeer uniek. Wij zijn mini-onderneming Catwise uit Brugge. Wij produceren slabbertjes, rompertjes en sweaters met wesjedatjes. Duurzame producten zijn uniek omdat we ze aanbieden met wetenschappelijk onderbouwde wesjedatjes. Deelnemen aan deze wedstrijd is voor ons vooral bijleren, ervaring opdoen en het is ook gewoon heel leuk. Wij hebben geleerd dat ondernemen zeker niet zo makkelijk is. Het was met vallen en opstaan, maar we zijn er sterker uitgekomen als team. Wij zijn Magneclee en wij hebben een magnetisch eikenblokje gemaakt waaraan u uw sleutels kunt hangen en andere voorwerpen kunt opleggen waardoor u deze nooit meer verliest. Wij hebben samengewerkt met het maatwerkbedrijf VZW Gissé. Zij hebben voor ons het hout aangekocht, voorgesneden, de gleuf gemaakt en de haten ingeboord. Dan is het product op bij ons gekomen en wij hebben de afwerking gedaan en de verkoop ervan. Wij hebben leren communiceren met elkaar, maar ook vooral met het bedrijf waarmee we samenwerkten. En we hebben ook veel geleerd over sociale media. Het is heel leuk om te doen en ook ja, de band die je vormt met het team is ook wel speciaal. Dat is wel iets dat we nooit gaan vergeten. Ook de ervaringen zijn heel uniek. Wij zijn R-Cycle, de mini-onderneming van het Go-Atheneum Keerbergen. En wij maakten unieke, op maat gemaakte riemen uit fietsbanden die wij upcyclen. Ten eerste is iedere riem van ons uniek. Aangezien wij werken met de fietsbanden die week zijn afgedankt bij onze lokale fietshandelaars. Ten tweede zijn ze uiteraard gemaakt uit een zeer stevig en duurzaam materiaal. Ook willen wij mensen sensibiliseren rond heel het concept upcycling, wat bij ons een van de vaste waarden is. Upcycle! Wij zijn de mini-onderneming Totally en wij produceren biologische katoenen zakken met daarop actueel bedrukte thema's. Wij zorgen er niet alleen voor dat je een steentje kan bijdragen aan het milieu, maar ook dat je met de bedrukking jouw identiteit kunt weerspiegelen. Kansen, kansen, kansen en nog eens kansen. En die kansen natuurlijk ook benutten. Nooit opgeven en blijven doorgaan. Dit is Totally. Als economisten is deze wedstrijd een once-in-a-lifetime opportunity om ons concept te kunnen voorleggen aan professionele juryleden. Een goede mini-onderneming is voor mij een project waar jongeren samen veel aan geleerd hebben. Waar ze geleerd hebben wat ondernemerschap is. Waar ze hun eigen talent in ontdekt hebben en waar ze geleerd hebben wat samenwerken is. Uiteraard is een mini-onderneming ook een project dat tot een zeker succes geleid heeft, dat geleid heeft tot een resultaat. Mensen zijn veel meer digitaal. We zien ook dat er heel veel aandacht besteed wordt aan het ecologische. Maar in die end komt het altijd toch neer op dat samenwerken. En ik denk dat dat vooral hetgene is waar iedereen naar uitkijkt. En vooral ook iedereen ziet dat mensen heel creatief zijn. En toch ondanks het digitale dat ze allemaal verwerken, ondanks dat ecologische dat ze ook verwerken, dat ze daar vooral heel sterk in scoren. Plus Stichting steunt al jaren mini-onderneming en ondernemers voor de klas, want we denken dat ze beide complementaire programma's zijn. Zo vroeg mogelijk moeten wij een zaadje bij onze jeugd planten om hen te begeleiden naar ondernemerschap.